Good morning guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is oktober 3. Het is de winterark dat begonnen is. Dit wordt de winterark-series. Ik heb juist de kleine aan het school gaan afzetten. Ik heb fucking slecht geslapen. Maar een echte vent laat dat geen excuus zijn. Dus we gaan nu naar de gym. See you there. Linkin Park, pre-workout music. Gotta get hyped. Voor degenen die niet weten wat de Winter Arc is. Winter Arc is eigenlijk de periode van oktober tot ja, half maart of zo. Dat alles donker en dat alles grauw is. En de Winter Arc, dat is dé aangewezen periode om een mega transformatie neer te zetten. Want iedereen is aan het praten dat het winter is. En oh, de dagen zijn kort en niemand heeft goesting en niks. En als dat aan de periode is, dat ga ik een double downen. Into the darkness. 5 maanden, 5,5 maand. En dan shinen. Dat is wat jij aan moet doen. Richting ander licht, shit wordt gefixt. Ben een genie, dit is geen spel. Nieuwe wiel, nieuwe bed, zeg dat je het zegt. Het met mijn cheese, kip ik kant of een vis gerecht. Die zijn vies, wie bedriegt, die wordt hier neergelegd. Als er iemand aan het luisteren is, zolang je hier voor mij kan fixen op de podcast, I'm a owe you, man. Zolang je hier is aan het luisteren, jij moet op de podcast komen, gast. Zeker na je zieke transformatie. Inspireer al die mannen voor ook die fatso ik los te laten en het beste zelf te worden. Gedaan met alcohol, gedaan met junkfood. Safia Dupex, motherfucker, beter zet je schrap, staat buik loop. Iedereen weet waar de gie vandaan komt. Richt je smoel neer, wordt er niet geslagen. Let's go. Voilà boys, we zijn in de gym. Ik kon rap een full body workout knallen. Je weet, ik doe alleen maar full bodies. Ja, want ik kan niet superveel komen trainen in de week. En daarmee onderhoud ik mijn fysiek. Ik moet in alle eerlijkheid zeggen dat ik in september en half augustus een beetje het heb laten hangen. Dus ik ben iets vetter dan normaal. Dus ook ik ga de Winter Arc nu gebruiken om terug in knalshape te komen. We gaan ook een paar oefeningen moeten doen voor mijn heupstabiliteit. Want ik ben een oude man geworden. En ik moet mijn heupen bijtrainen voor BJJ. Superset nummer 1. Full body is, ik doe altijd supersets. Omdat anders dan zit ik hier gewoon te lang. Dus ik kan altijd proberen tegenovergestelde spierroepen te doen. Dus ik kan nu eerst even mijn borst opwarmen. En rug. Wat ga ik doen? Ik ga mijn cable flies doen en ik ga een pullover doen. Dus beginnen met een isolatieoefening met een grote spiergroep is een vrij goede techniek om, ze noemen dat pre-activation. Stel, je begint direct met een compound oefening, dus gelijk met borst voor bench. Dan ga je vaak ook heel veel andere spierroepen gebruiken. En het is dat pre-activation work, dus om nu even al met flies die borst te pre-activaten, dat ga je ook kunnen maken dat je meer borst gaat gebruiken tijdens je bench. Dus ik ga vandaag de bench als tweede oefening doen en de cable flies als eerste ter pre-activation work. Probeer het ook zelf eens. Right, ik doe dan deze voor mijn lats wat op te warmen. Gewoon erachter gaan staan, grote bewegingen. En je wilt denken dat je die baar in je navel trekt. Je ellebogen die kantelen dan op binnen. Je brengt het ook naast je lijf. Deze combo gaan we 2 keer doen. Dan zijn we goed opgewarmd. Dan gaan we vlammen. Ook altijd mind the tempo, guys. Stretch van boven. Squeeze beneden. 1, 2, 3. A 4 tellen. Explosief aanknijpen. Voilà. Tempo voor hypertrofie trainingen. Altijd heel belangrijk. En ik ben nu persoonlijk ook iets meer focussen op die isometrische op dat isometrische stuk. Dus dat is hier, dat aanhouden. Omdat dat goed van pas komt bij een jiu-jitsu. Als ik dan motherfuckers wil blijven kapot choken, dan word ik daar zo sterker in. My mod. Het is de eerste keer dat ik train sinds
een weekend van 5 uur Brazilian Jiu-Jitsu. En ik voelde al zoiets in mijn schouder. En ik denk dat er iets niet goed zit. Dus het zal misschien geen bench doen vandaag. Ik kan eens even een keer opwarmen. Ja, de schaal en bench heb ik dus geskipt. Want dat voelde niet juist. Op dat vlak ook heel belangrijk dat je leert aanvoelen van je lijf. Van oké, wanneer zit het niet juist? Er is een heel duidelijk verschil tussen goede pijn en slechte pijn. Slechte pijn, ja, je gaat dat wel herkennen. En dan moet je niet de cowboy gaan uithangen en denken van oh fuck it, ik kom er gewoon doorduwen. Nee, dan zit je goed op weg om een bestuurder in de hand te werken. Dus daarom maak ik nu even de switch naar een machine. Een machine geeft altijd meer stabiliteit, minder frictie op alles er rond. En ook hier een smalle greep, ook minder belast op die schouders. Dus deze juist aangevoeld. Ik voel niks van mijn schouder, dus gaan we gewoon even deze doen. Schuine bench, dumbbell press, gewoon even laten voor wat dat is. Oké? Okay? Slim trainen. Niet cowboy shit doen. Nu eens aanvoelen. Ben je vreemd genoeg? Hier, niks op die schouder. Dat voelt safe. 3. Nog 2. 4. 5. Oké. Werk zit. Alrighty. Oefening 2. Chest. We gaan die even gewoon opwarmen. Ik wil hier ook terug die diepe stretch krijgen. Ik kon die stretch even aanhouden. Explosief. En hier vasthouden. Ik kon 1, 2 stretches aanvoelen. En dan kon ik de rest pauze zet doen. Dan gaan we ineens even alles eruit trekken. Die opwarmsets maakt niet te lang. Je moet energie sparen. Dat is gewoon even voor aan te voelen. En dus deze is repje 5, denk ik. Dat is voldoende. Even rust pakken. We gaan omhoog. Terug aanvoelen en dan doen we de werkset. Oké, rest pauze set. Wat gaan we nog doen? Dus deze is mijn werkset. Alright? Dus na deze werkset moet mijn borstdoek vol zitten. Ik kon net zwicht doen. Ik kon dat maximale reps doen. Dus tot de laatste squeeze eruit. Dan kon ik 10 à 15 seconden rust pakken. Doe dat nog eens. Zonder zwicht te verlagen. Terug tot failure. En we gaan dat nog eens herhalen. En dan als ik koersing heb, doe ik misschien een drop. Maar eigenlijk moet dat zelfs niet nodig zijn. Je ziet ook, een werkset, dat moet eigenlijk vanaf de eerste rep werken zijn. 2. Als dat niet is, dan ga je eigenlijk terug je gewicht ontpakken. 3. Mind the tempo. 4. 5. Negatieve gedeelte nog zelf. Puff. 10, 3, 2, 1. Oké, let's go. Shippa. Je ziet, het is direct fucking al zwaar. Oké, ik kon in dit geval toch een beetje gewicht droppen, want mijn tank is snel ontleeg gaan. En ik zou toch nog graag 3 of 4 hebjes eruit krijgen. Alrighty. Done. Alrighty, laat pull down. Voor de mensen die een goede oog hebben, je ziet, ik ben ook al mijn wintervacht ontsparen. Voor de winter arc. Ik weet niet of ik helemaal bear mode ga gaan, dat zullen we zien. Dus, laat pull down. Wat moeten we allemaal opletten? Het ding met een laat pull down is, er is eigenlijk niet één juiste manier om die uit te voeren. Want iedereen is een beetje anders. Sommigen hebben lange armen, sommigen hebben korte armen, sommigen hebben een lang bovenlichaam, een kort bovenlichaam. Dus dat is eigenlijk een beetje aanvoelen hoe dat je je lat het beste aanspreekt. Voor sommigen gaat dit bijvoorbeeld prima zijn, maar voor mij voel ik zo eigenlijk niet
de meeste tension in mijn lat. Ik doe mijn lat pulldowns zo. Dus eerst ga ik een beetje inleunen en dan trek ik hem naar mijn borst. En dan heb ik veel meer lat activation tegenover als ik in deze positie blijf zitten en hem gewoon recht op neer trekt. Dat voel ik echt niet zoveel in mijn lat. Maar dus dit voel ik heel hard in mijn lat. Dus iedere rep wil ik wel eerst terug uitstretchen, want die stretch is wel goed. Hè? Voor hypertrofie, weet je wel, stretch, squeeze, stretch, squeeze. Maar het gevaar kan dan beginnen zijn dat je dat in één beweging gaat beginnen doen. En te veel gebruik maakt van momentum. Dat willen we ook niet. Dus mijn reps zien er als volgt uit. Ik begin in een stretch. Ik ga hangen. En dan doe ik mijn squeeze. Ik ga terug omhoog. Ik ga terug naar mijn stretch. Stapje per stapje. Ik ga terug hangen. Ik doe mijn squeeze. En zo voel ik die echt nice in mijn lat. Ook een dat ik veel hoor van mensen is dat ze hun lat pulldowns te veel in hun biceps voelen. Dan wil dat eigenlijk zeggen dat je met je mind verkeerd aan het trekken bent. Dan zeg je aan het denken, ik kon die bar naar mij toetrekken met mijn handen. En met je biceps die doen deze beweging. Dus dan zeg je aan het denken, ik kon die bar zo naar mij toetrekken. Terwijl met een lat pulldown wat je eigenlijk wilt denken is, ik kan mijn ellebogen naar hier brengen. En dan is je lat geactiveerd. Alright? Dus niet denken mijn handen naar mijn borst, maar denken mijn ellebogen naar binnen. Dat is wat je moet denken. En dus bij gevolg, hoe moeten we greep dan zijn? Voor mij vind ik het toch het beste. Dus niet met je duimen er rond, maar eigenlijk haken maken. Over die bar. En dan voor automatisch meer op je ellebogen kunnen trekken in plaats van op je biceps. Vind ik toch. Probeer het zelf eens. Ik ga ineens mijn setje afmaken. Maak een beetje baan. Dus borst terug hebben we gehad. We gaan nu schouders, triceps doen. Voor schouders ga ik een shoulder press doen. Het zou kunnen zijn dat hij ook wel gaat napelen met schouder. We gaan zien. Dan even voelen. En die relatief breed pakken. Dat is oké, denk ik. Nou, dat voelt oké. Wat wilde je opletten bij een shoulder press? Er is dat je startpositie relatief laag is. Dus je wilt hier onderaan al spanning hebben. Dus dat je een diepe stretch kunt hebben. En stretch. Het is wel een wederkerend thema. Hint, hint. Dus in deze positie. En dan moet je eigenlijk denken, ik ga mijn schouders naar mijn oren brengen. Zo hoog mogelijk. Dat is wat ik denk. En dan voel ik die lekker brennen. Alleen boven net niet uitstrekken. Juist tot dat punt dat je ze net niet uitstrekt. Dus we beginnen onderaan. Denk je, ik breng mijn schouderkoppen naar mijn oren. En terug naar beneden. Het is heel eigenaardig, maar dat mental frame van in de plaats van mijn handen naar boven brengen, veranderen naar mijn schouderkoppen naar mijn oren brengen, gewoon daaraan denken, dat verhoogt de spanning op de schouderkop echt giant. Dus probeer het eens, man. In combinatie met een gewone tricep pushdown. Dus de pushdown, waar let ik altijd op? Ik wil mijn handen oftewel op schouderbreedte, oftewel net iets buiten schouderbreedte. Goed recht blijven staan, ellebogen tegen je lijf. En je wilt eigenlijk denken dat je handpalmen gewoon door de grond steekt. Dat is het enige. Dus ik hou mijn handpalmen gewoon open. Dat voelt voor mij ietsjes beter. Helemaal naar boven. En gewoon denken, handpalmen door de grond steken. Tja. Tja. Ah, mij. Ah. Oké. Okay. Huh? Boom, jongen. Pussy. Ja, voor de mensen die ambetant vinden dat ik ben ontschikken, ik doe dat eigenlijk voor alle. Met zijn nicotinekauwgom. En ja, weet je, wat extra focus. Zeker als ik content moet maken. En dus begin ik rare dingen te zeggen of dan duurt dat te lang. Dus, voilà. Today's pre-workout. Monster en nicotine. Caffeine en nicotine, bitch.
Alleen echte straders gewoon weten waarom. Gewichtjes opnemen, ook belangrijk. Alright, gewoon naar de laatste superset voor vandaag. Hier is zo'n borst, rug, gehad, schouders, triceps. Nu nog biceps en hamstrings. Ik mag geen quadriceps meer trainen. Vanwege mijn heupproblematiek. Trouwe volgers zullen dat weten. Ik kon het niet helemaal uit de doeken doen. Maar ik heb heupproblematiek en dat komt door disbalans in mijn lichaam. En even die disbalans is dat mijn quadriceps eigenlijk veel te dominant zijn in heel het onderstel van mijn benen. Dus ik mag geen quadriceps meer trainen, want die blijven eigenlijk te sterk. En ik moet mijn hamstrings optrainen om te beginnen compenseren en quadriceps dus niet. Dus daarom laying leg curls en zoiets een bicep finisher. Dit is een van mijn favoriete biceps oefeningen van het moment. Al een cable doen, goede stappen vooruit zetten. Waarom? Dat je zo eigenlijk een goede spanningsveld hebt over de hele bewegingsband van je biceps. Zeker die cable, die zorgt voor die extra weerstand direct van de eerste centimeters van je beweging. Dus vanuit deze positie wil je eigenlijk je vaste naar je schouderkoppen aan toebrengen. Op deze manier. Van boven, goede squeeze. Doorstrekken. En waarom dus liever een kabel dan bijvoorbeeld vrije gewichten? Vanwege die spanning. Altijd goed die doorstrekken onderaan voor die stretch. Tja. Je ziet, dat begint heel snel te pikken. Gewicht checken, maar ik denk de laatste keer iets van 95, 96. Voor mijn doen een beetje te vet. Een beetje slot te gaan. Augustus en september. Dus nu terug in shape komen. Wat zijn we nog, guys? Wat zijn we nog, hè? Dat is het voordeel om 16 jaar basis gebouwd te hebben. Je kunt het af en toe eens een beetje laten hangen. Dat is een goede investering geweest. Ik hoop dat je allemaal goed hebt gehoord met die mic in mijn hand. Dus je ziet, als je 10 jaar van je leven besteedt aan een goede fysiek bouwen, dat is een investering die dat voor de rest van je leven bij je wil blijven. Dus highly recommended, pussy boys. Alright boys, we zijn thuis van de training. We gaan nu even een snel protein snacksje maken. Wat hebben we nodig? Dat ligt hier allemaal. Maïswafels, aardjes, kipfilet, guacamole. Voilà mannen, ik zet spiegeluitjes in de pan om te doen. Ik ga er 6 nemen. Voor mijn maaltijd dat ik nu ga eten, ga ik er wel maar 4 gebruiken. Maar ik ga er nog 2 later gebruiken bij mijn andere maaltijd. Wat ga ik nog nu eten voor protein? Dat is sardines. Ik kon die sardines nu al eten, want ik heb honger. Deze is degene dat je de beste koopt. Die rode blikken. Want dat is in olijfolie, dus dat is nog eens extra goede vetten. Sardines, super belangrijk om veel te eten, of heel voordelig om veel te eten, vanwege het hoge omega-3-gehalte en hoogste bron uit natuurlijke voeding voor vitamine D. Zeker met de upcoming winter, heel belangrijk. Ik zal aan de subiet ook ineens alles laten zien wat ik vandaag ga eten, hè. Dan heb je een idee. Dus deze bakje, er komen dan nog 2 spiegelakjes bij. We gaan ons zout al toevoegen.
Je mag hoeveel zout gebruiken, als de nieren goed werken, is het allemaal niet erg. Het is zelfs goed voor u, zeker als je veel sport. Voilà. Dit is dus het eindresultaat. Waffeltje, guacamole, twee schelken schipfilet, spiegela, nog eens twee schelken schipfilet. Echt tasty. Good morning guys, bij een nieuwe vlog. Today is a good day. Kijk, mijn recovery setup. Ijsbad, sauna, god damn. Binnenkort zit ik hier in mijn badjas, sigaren te paffen. Ja, today is a good day. Oké, nu gewoon ontbijt maken. Gewoon eens een goede mannen ontbijt laten zien. Witte aardappels. Klaar, een beetje afwassen. Ja, en dan moeten we daar wat gatjes in prikken met een vork. Dat die van binnen wat gaar worden. En dan zit die gewoon 6 of 7 minuten in de microgolf. En dan komt die er echt super tasty uit. Wat kokosvet. Ik kan ook ineens een beetje pakken voor mijn tattoo te smeren, want die blijft eigenlijk droog. Dat is blijkbaar het beste wat je ook op je huid kunt smeren als je juist tattoo zit laten zetten. Gewoon wat kokosvet. Nu moet dat toch mooi te shinen. Van een pot wassen. Eitjes. Ik heb al wel een shake gedronken vanochtend. Ik heb ook juist zo'n boterhammetje met cottage cheese en gerookte zalm gegeten. Dus dat is al wel wat protein. Dus ik kon nu maar 4 eitjes doen. Want ik kon er ook nog sardines bij doen. Dus dan heb ik toch al wel een nice dose of protein. We doen verder met de Winter Arc. Ik ben nog wel niet echt calorieën aan het tellen. Voor mij maakt dat minder uit op deze moment. Als ik gewoon clean eet en ik sport veel, dan weet ik wel min of meer hoeveel ik kan eten als ik wat vetjes wil verliezen. Maar, not recommended voor beginners. I heard a buzz. The money is calling. Mm-hmm. Als er mensen zijn die hulp nodig hebben bij je shape te geraken, dat zijn al diehard fans, dus dan... Ah wel, begin het de YouTube checken. Ja, sowieso. Dat is nice als je, zo, als je dat al zo semi-spiegelij laat worden en dan pas begint te scramblen. Dan denk ik dat zo is. Dat er zo stukjes wit zijn en zo stukjes echt geel, dan denk ik dat echt nice. Lekker van textuur. Dat zijn de sardinetjes voor straks. En dan we gaan een beetje gezond doen, nog wat vetjes eten ook. Die poepetjes die snij ik eraf, die zien er al niet meer zo goed uit. Hop. Of course ook onze Vitamix, onze Omega's. En ook een dat ik bijneem, belangrijk voor mijn boron. Boron zorgt voor verminderd SHBG, dat is Sexual Hormone Binding Globulin in je bloed. En op die manier zorgt dat voor meer vrij testosteron. Werkt echt goed. 2 keren, 6 milligram per dag. Gouden tip, dank u Jonas. Graag gedaan. Voilà, onze patatjes zijn ook klaar. Patatjes die uit de microgolf komen, je pakt een schaar en je knipt die zo wat erover. En je haalt met de schil dus. De schil is voedzaam en ja, dat maakt ook wel zo wat lekker knapperig, weet je. Het is echt een topmaaltijd, man. Voilà, zo. En de finishing touch, honing mosterd. Arabico. Echte mosterd kan ook. Maar ik heb geen echte mosterd nu, dus ik doe dit. Nog een beetje extra zout. Je hebt zelden te veel zout. Alles hè. Man breakfast.
Ik kon subiet 3 uur BEJ doen. Dus daarom... Het is ook later op de dag. We zijn nu... 1 uur of zo? 2 uur? Hoe laat? Bijna 2 uur. Wow, damn. Ik zit al bijna 2 uur. Ik kon 3 uur BEJ doen. Dus dan heb ik wel een beetje fuel nodig. Normaal gezien eet ik niet zo zwaar voor training. Normaal gezien zou deze eerder zo... een post-workout meal zijn. Maar ja, dit is het eerste dat ik echt deftig eet vandaag. Dus vandaar. The winter arc continues. Het is half oktober. Het is morgens vroeg. 6 uur en een beetje. Ik moet stil zijn. Mijn dochter slaat in de kamer hiernaast. Let's get to work, man. The winter arc is niet alleen fysiek, maar ook business-wise. Time to level up. Dat is een massa goede podcast. Very nice. Nog een paar andere dingen. Let's go. Kill the day.